Hier in Amsterdam zit ik bij de 3D Printing Conference en ik zit hier met Tim Dassen van het bedrijf Bolton Eyewear. Ja. En hij is de enige die ik tegenkom en die iets praktisch doet met 3D printing. Hij print namelijk brillen op maat. Oké, wat is er logischer dan een bril op maat hebben, maar er zijn er toch gewoon heel erg weinig. Laat die bril eens even zien die jij nu gemaakt hebt en hou eens even voor de camera dat je een beetje kunt zien. Wat voor materiaal is dit? Dit is een fotopolymeer, dus dit wordt met een SLA-techniek vanuit een resin met UV-licht wordt dit uitgehard in de 3D-printer. Kijk, nou dat waren een hele hoop woorden waar echt 99% van de mensheid geen idee van heeft. Maar het is een plastic, ja. Die gehard wordt met UV-licht. Ja, in layman's terms, het is echt een vloeistof in een bad. En er komt dan een licht op, UV-licht, en die gaat dan beschrijven wat uitgehard moet worden. En dat laagje voor laagje, en dan krijg je dus eigenlijk dit als resultaat. Oké, dus zij dat UV-licht dat belicht en dan wordt het weggeëtst of zo, en dan komt er weer een volgend laagje eraf of zo? Nee, het is echt een bad met vloeistof en dat projecteert dan wat hard moet worden. Op die manier. En dat gaat dan, en dat zakt dan verder omlaag weer het bad en dan de volgende laag en zo krijg je een hard materiaal. Okay. En dat zijn dure printers, hè? Wat kost zo'n printer die dat kan? Ja, dit zijn grote industriële printers en dat begint vanaf zo'n 100.000 euro. Ja. Okay. En dan per uur 100 euro of zo? Ja, 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 je moet dan denken aan een bril kost ongeveer zo'n 100 euro om te printen. Ja, kostprijs om vanuit de 3D-printing. Wat heeft het voor voordeel om een 3D-printed bril te hebben? Ten eerste is het natuurlijk dat de maat altijd perfect aansluit op je hoofd. We gebruiken een 3D-scanner om te zorgen dat we jouw replica digitaal hebben. Daar wordt vervolgens de bril dan digitaal om je neus helemaal perfect gevouwen. En we kunnen ook zorgen dat er kleine aanpassingen in de bril zitten, zodat de bril die jij wenst perfect uitgevoerd wordt voor jou. Hij past heel erg goed. Zijn er nog dingen die ik gewoon kan doen? Dat er andere dingen zijn dat jij gewoon modellen kunt maken die anderen niet kunnen? Ja, absoluut. Met 3D-printen kun je vormen maken die normaal niet met conventionele methodes te maken zijn. En daarnaast kunnen we, het gaat natuurlijk over mass customization, kunnen we ook je initialen of je logotjes in het bril verwerken. Wat normaal natuurlijk veel moeilijker is met andere methodes van produceren. Oké, okay, dus dat is het tweede voordeel. Is met maatwerk en dan lectuur en zo. En wat is wat en het past perfect? Is nog een derde voordeel? Heel gaaf uit. Dit is je eigen bril. Ja, het is een leuk proces. Ja, en ja, gewoon een onwijs leuk proces. Ja. Het is dus nog niet, maar mass customization is nog wel een heel bewerkelijk ding. €300. Inclusief de glazen, is dat? Ja, dat klopt. Impressive glazen of gewoon een straight? Ja, dat is monofocaal, milfocaal. Maar wordt het dan meer duurder? Het wordt iets meer, ja. Ja, dat veel meer. Ja, goed. Als je een beetje een type bent, speciale dingen, dan is dat voorhanden. Hé, wanneer ben je begonnen met dit bedrijf? We zijn 2,5 jaar geleden begonnen. Eerste onderzoek doen en we zijn vorig jaar echt de markt opgegaan met een Kickstarter-campagne. Oké, en hoe werd erop gereageerd? Heel goed. Heel goed, heel goed. Dit was natuurlijk online verkoop. Daar merkte ik wel van dat toch wel moeilijker was met brillen. En nu zijn we ook verder gegaan om brillen bij de opticien neer te leggen, waar we dus echt even de bril kunnen showen aan de persoon. En ja. Dan moet je bespreken met de huidige industrie. Hoeveel mensen hebben we? We hebben zo'n 120 brillen verkocht op Kickstarter. En daarvan zijn er al zo'n 35 of 40 mensen die ermee rondlopen. We hebben er nog ongeveer zo'n 100 die we nu nog kunnen uitvoeren. Het is werk om die dingen te maken. Absoluut, absoluut. Maar dat is natuurlijk een eerste opstart. Maar we zijn nu alles ook aan het automatiseren, waardoor het allemaal veel sneller kan. En daardoor ook weer goedkoper wordt natuurlijk. Ja, hartstikke mooi. Nou, ik ga eens even kijken of ik nog ga proberen zo'n heel proces te scannen, te digitaliseren, dezelfde designen. En dan is het, waar kan ik het vinden, www? Ja. Je moet presenteren, dankjewel. Dit was de 3D Printing Conference uit Amsterdam. Met het eerste nuttige product wat ik hier gezien heb. Een hele coole zelfmeetbril.